Kijk, ik denk dat het in het leven nodig is om goed te leven. Men zou zeggen, ja, dat is evident. Maar ik denk dat wij in onze maatschappij in het Westen wat te veel neigen om leuk te leven. Dat we nogal neigen dat het plezantig en genietend en zo moet zijn. En dat dreigt dan vlug hol te worden en betekenisloos en zinloos. Dus ik zou willen pleiten om het goede leven na te streven. En uit wat bestaat dat? En dan zitten we terug weer in dezelfde sfeer. Dat bestaat uit het zorgen voor anderen. Dat bestaat uit het samenleven. Dus het goede doen. Hè? Het goede doen, hè? Dat wil zeggen, hoe kan ik betekenisvol zijn voor de ander? Hoe kan ik de hulpvragende ander ter wille zijn? Hoe kan ik iets betekenen? En, dat is ook heel belangrijk, dat goede klein is. Dat betekent kleine, haast onmerkbare dingen die de ander helpen. En als je het zo zegt, dan lijkt het ook dat je daarin kunt oefenen. Als je het maar zo in het kleine vaak doet, dan wordt het ook een gewoonte misschien. Iets, een goede gewoonte. Wel, natuurlijk, als psychiater geloof ik toch een beetje dat mensen inzichten kunnen hebben en dat ze dan kunnen hun leven een beetje richten en daar betekenis aan geven. En dat dat dus inderdaad kan geoefend worden. Oefenen klinkt zo'n beetje turnlesachtig, maar dat dat inderdaad een bewuste strategie kan zijn. Hè? En ook daar is er weer een soort baatzuchtigheid. Het is niet alleen maar een soort oeverloos geven. Dat goede doen geeft ook een goed gevoel. Ja. Dat geeft een vervullend gevoel van, tja, ik mag er zijn. Kan een mens van tevoren weten dat als iemand in het water valt, dat hij hem achterna gaat springen? Dat denk ik niet, nee. Ik denk dat dat allemaal nogal intuïtief kan gebeuren. Ja, ja. Maar dat is al een fors voorbeeld zo. Hè? Dat zijn heldendaden waar ik heel veel bewondering voor heb. Ik bedoel het veel kleiner en gewoner eigenlijk. Hè? Ik bedoel het zoals een collega op het werk die een beetje vastzit met zijn computerprogramma zeggen van, tja, maar ik heb dat gisteren ook voor gehad. Op die knop drukken, delete of zo. En dan komt het in orde. Doodgewone kleine dingen, maar daar wel aandachtig voor zijn. Ik denk dat het goede wel bestaat uit aandacht. Ja. Dat niet zomaar vanzelf gaat. Hè? Dat de mens is uitgerust met verstand, dat aandacht kan geven, maar die aandacht moeten we dan wel gebruiken voor het geluk van de ander te bevorderen. Ja. Dat is voor mij de essentie. Niet uw eigen wat egocentrische geluk achterna lopen, maar het bevorderen van het geluk van de ander. Dat is het goede. Ja. Dus als we daar aandacht aan die kleine goedheid besteden, dan kan misschien ook ons bewustzijn daarvoor vergroten. Dan is er ook hoop. Zonder twijfel, ja, ja. Maar als u het zo zegt, ben ik ook weer een beetje bang. Als dat kleine goede met flitsende neonlampen langs de autostrade wordt gepromoot, dan valt het weg. Ja. Het moet eigenlijk wat ongemerkt onderhuids blijven. Het moet een beetje terloops. Belangeloos en vanzelf tot stand komen, zoiets. Maar het is raar, het moet geoefend worden, zeker, en bewust zijn, maar tegelijkertijd mag het ook niet te opzichtig worden. Ja, het goede is het klein, dus. Ja, absoluut. Dank.